Weer een nieuwe club voor Sport van Hier. We zijn de eerste keer te gast bij Toekomst Relichem. En ik ga maar ineens de eerste vraag afvuren op de trainer. Komen ze meteen terug op de naam van de trainer. Maar zit er nog toekomst in Relichem? Er zit zeker nog toekomst in Relichem. Als je ziet wat de club realiseerd heeft de laatste jaren. Vernieuwing van de kantine, vernieuwing van de spelerskern in feite. Andere trainer ook. En dan het kunstgrasveld dat dit jaar bij onze beschikking is. Zijn we toch al een goede stap voor de toekomst aan het zetten in feite. En sportief gezien waren we goed mee. We hebben even een dip gehad, maar nu zijn alle spelers ver terug. En zie ik de toekomst wel echt goed tegemoet. Dus deze trainer heeft Relichem op de rails gekregen? Op de rails gekregen is misschien een groot woord, want onze ambities staan wel hoger als waar we nu staan. Maar we zetten goede stappen in de goede richting, ik zal dat zo zeggen. Ja, de trainer waar mijn interview vandaag mee doorgaat hier bij Relichem is Alex van Belle. En Alex, ja, wie ben je eigenlijk als trainer? Goh, ik ben een trainer die instaat voor toch wel attractief voetbal. Van achteruit te voetballen. En toch wel aanvallend te spelen in feite. Dat zien we ook in onze golen dat we maken. We staan eerst eens in het klassement. Anderzijds krijgen we er wel veel binnen. Maar ik heb het liever zo dan constant verdedigend te moeten voetballen. Hoe is het gesteld met de trainerservaring van coach Van Belle? Goh, ik heb in feite alle lichtingen van de jeugd doorzwommen. Interprovinciaal bij Escal Onderzeel. Een aantal jeugdploegen gedaan. En dan heb ik de stap gezet naar Wemmel, waar ik samen met Greg Cherpion 4 jaar de leiding van de eerste ploeg gepakt heb. Als T2 in feite. Die sympathieke man, die ken ik ook. Ja, dan bij Relichem terechtgekomen. Van waar die keuze? In feite heb ik hier ooit gevoetbald. Kampioen gespeeld met hen. En de banden waren altijd zeer nauw. Ook nog met de veteranen hier gevoetbald. 4 jaar achtereen kampioen gespeeld met hen. En het is altijd zo'n beetje blijven sluimeren. En nu hebben ze mij gevraagd van het over te nemen van Johan Valens. Die hier toch wel 5 jaar de eerste ploeg getraind heeft. En die hier toch wel goede resultaten neergezet heeft. Ja, waarvoor staat Relichem op het veld? Welk soort spel of van welke veldbezetting houden jullie? Goh, wij variëren. Wij gaan van een 4-2-4 naar een 4-3-3. Naar een 3-5-2. Dat valt te bezien hoe... Welke spelers dat er beschikbaar zijn natuurlijk. Hè. Momenteel spelen we in een 4-3-3. Maar dat kan altijd veranderen. Hè. Ons aanpassen aan de tegenstander doen we niet. Wij proberen altijd ons spel te spelen. En dat is soms wel nadelig voor ons dan. Natuurlijk, als je altijd probeert aanvallend te voetballen, dan weten ze ook wel dat ergens het zwakke punt wel van achter ligt. Maar daar zijn we nu hard aan het werken om dat ook te vermijden. Ja, ik hoorde je net vermelden dat de ambities voor het seizoen hoger lagen. We zijn hier niet geweest voor het seizoen, het is niet meer gelukt. Wat was dan de ambitie of wat is de ambitie? Oh, ambitie is zeker top 3. En wij kunnen dat nog altijd beogen. We hebben nu even ons diepje gehad. Maar wij kunnen nog altijd naar boven kijken en de kloof is niet onoverbrugbaar met de eerste ploegen die van boven staan in het klassement. Ja, want ja, jullie staan nu op een 6e plaats en ja, inderdaad, die eindronde plaatsen op zijn minst, die houden jullie sowieso in het vizier. Natuurlijk, er zijn nog in feite 2 tranches, lekker zal wij hier zeggen. Dus alles is nog mogelijk en ik zeg het, tot zelfs Steenuffel blijft nog altijd in het vizier. Het is van het weekend tegen Steenuffel. Je weet nooit dat we daar punten pakken. Je weet nooit. Ik ga ervan uit dat we daar punten pakken. En dan zien we wel verder, hè. Match per match. Ja, Steenuffel staat inderdaad eerste, dus dat wordt belooft een spannend duel te worden. Waarvoor staat Steenuffel? Steenuffel staat voor toch wel heel dynamisch voetbal, vooral heel fysiek. Proberen ook van achteruit te voetballen, maar laat hun veld dat altijd niet toe. Maar het is zeker een stevig geheel. Okay. Waar moet Relichem dan staan tegen het einde van de competitie? Of waar gelooft de trainer in dat ze gaan staan? Oh, ik blijf er nog altijd bij dat we die top 3 gaan halen. En zeker voor die plaatsen in de eindronde nog zeker die stappen gaan zetten.
Zijn er bepaalde ploegen die indruk op je gemaakt hebben dit seizoen al, ondanks dat ze misschien niet helemaal bovenaan geclasseerd staan? We hebben drie toppers al gehad, waaronder Zemst. Dat was een jeugdige ploeg, die mankeerde toen nog wel wat spelers. Maar die hebben mij wel toch een hele goede indruk nagelaten in de tweede helft. En dan had je Ritterclub dat een stevig geheel was. Waar we het zeker niet makkelijk tegen hadden en uiteindelijk ook wel verloren hadden. Maar toen mankeerde ik wel 9 spelers. Maar dat is geen excuus, we hebben een kern voor dat op te vangen. En dan vooral die dat mij tot nu toe het meest geïmpressioneerd hebben, is Perk, hè, PSV. Als je daar 5-1 verliest, dan weet het wel. We krijgen daar wel onze kansjes. Maar uiteindelijk zijn we daar wel... Laat het ons houden op een off-day. Maar ik vond vooral dat Perk mij wel toch een hele degelijke indruk liet. Heel professioneel ook, op, naast het veld. Goede omkadering. Ze hebben ons 2 keer komen scouten ook. Dus dat is een ploeg dat heel veel ambitie had staan. Dan wil ik u alvast nog fijne feesten wensen en heel erg veel succes voor het komende deel van het seizoen. We zullen hier allicht nog wel eens passeren in tussentijd. En ja, ik denk dat ik hier een zeer gedreven trainer naast mij heb staan met veel ambitie. Dus ik denk dat die mannen van Steenuffel gewaarschuwd zijn bij deze.